Ik heb 4 truien aan en 2 broeken. Denk je dat het genoeg is? Zij die gisteren helemaal niet naar buiten zijn geweest. Groeten u. Hallo. Ik ben heel veel buiten geweest gisteren. Ik steek toch mijn eigen hand op. We zijn de dag even begonnen met een wandeling. Dit is een wonderwandeling. Ja. Ik denk dat ik jullie niet hoef te vertellen dat het koud is. Dat is op zich geen nieuws. Wat wel nieuws is, is... Je maakt je heel mijn neus. Ja, dat is toch even mooie info, mensen. Vind je het leuk dit weer? Ja. Ja? Daarin verschillen wij echt. I hate this. Je afzien is goed voor je. Maar dan zeg je dus dat het afzien, dat dit is het dus in principe niet leuk. Nou, dat maar een aribanza. Er vroeg een aantal mensen hoe Ramon toch op de boekenkast komt. Nou, dat ga ik jullie laten vertellen. Laten zien ga ik jullie vertellen. Want hier komen ze dus vandaan. Ze komen uit de keuken, gaan onder de trap door. En dan springen ze gewoon daar op. En dan lopen ze eronder door. Hoe geweldig is trouwens deze plant. Dit is 1 plant. Dat is toch gewoon insane. Hij blijft ook maar groeien. Ik vind het echt zo tof. Hij neemt gewoon een hele trap over. Wil jij naar buiten, Bowie? I don't think so. Nee, hè? Nope. Ja, ga je het proberen? Nee. Kijk, dat zit buiten bij. Hé, vriend. Hij gaat dat niet doen. Hoi. Kom maar verder. Kom maar. Kauw. Oh, wat een scheiterd zijn jullie. Nope, nope, nope. Max heeft net een supergoed idee bedacht. Ja, ik ben het wel. Ik bedoel, het is nog steeds, er blijft sneeuw bijkomen. Ik denk dat als wij nu een iglo bouwen en jij vannacht in je iglo slaapt en je maakt een dit gebeurt als je in een iglo overnacht, dan denk ik dat je er 500.000 views op krijgt binnen een dag. Als jij een iglo voor me bouwt? Gewoon net. Ja, echt niet. Hé, hey, je hebt een gat in je sok. Eigenlijk eens een keer gewoon een spijkerbroek aan, een andere trui en zo. Oh, en ik heb een andere broek aan dan mijn joggingsbroek. Klopt, ik er echt bij, waar heb je het nou over? Maar eigenlijk alleen, puur en alleen, om het feit dat hij nu in de wasmachine zit. Omdat ik er natuurlijk gisteren curry op had gegooid. Maar we zijn super nette mensen nu. Super nette mensen. Met een lekker kopje koffie. Zo. Nou, dat werkt dus niet. Wat? Even kijken of dit stem is waar je niet over kan halen. Ik heb een online video gevonden en dat is volgens mij helemaal niet zo moeilijk. Heb je echt gegoogeld? Er is sneeuw zat. Nee, ik heb... Je hebt gegoogeld naar hoe? Ja. Ik geloof van mij. Ik heb een video van een kwartier gekeken. Nee! Het is heel simpel. Max! Het is wel heel veel werk, dat wel. Had je me daarin laten slapen? Had ik dat gedaan? Ja. Had ik het idee dat jij langer dan 6 minuten daarin was gebleven? Nee. Had je er zelf in gaan liggen? Nou, als jij niet was blijven liggen, was ik er wel in gaan liggen. Ja? Tuurlijk. As if. Tuurlijk. Kijk nou even deze gezelligheid. Oh. Max heeft de broodjes shawarma gemaakt. Van shawarma die we nog hadden laten. Die we nog laten liggen. Die we nog hadden liggen. Wat je moet wellen eerst. Werkt het een beetje? Vond wel veel werk, maar. Maar we hebben ook al die zak 2 jaar of zo in de kast. Ja. Maar is het lekker? Ik vind het wel eetbaar. Hmm. Best wel goed wel. Ja. Nu zien we live in de vlog hoe Marije het vingertopje verliest. En hoe Marije niet bepaald arbeidsverantwoord bezig is. Arbeidsverantwoord? Ergonomisch verantwoord. Arbotechnisch bedoel je? Ja. Citroenraspen. Allemaal moeilijke tomaten bakken en daarna keuken machineren. We zijn gewoon een beetje aan het chef hier. Hè? Ja. Je moet wel even inleiden wat we aan het doen zijn. Mensen weten niet of dit lunch is, diner, een snack. Ik ben ook niet bij je. Wat gebeurt er? Wat is het verhaal wat je wilt vertellen, Max? Dat ik heel moe ben en dat ik slaapjes heb. En honger.
Ja, ik denk dat ik daardoor ook extra slaapjes heb. En dat daardoor jouw lieftallige huisgenoot een pastaatje voor jou maakt. Ik bedoel dat mijn vrouw voor het eerst in 3 weken zelf eens een keer aan het koken is. Het is dus 5 uur 's middags is het en dus hebben we trek, want zo werkt dat. Ja. Honger. Is het gelukt? Yeah, nou ja, ik hoop het. Het is spaghetti. Niet volkoren zoals ik had gevraagd. Maar... wel volkoren, staat er gewoon op. Oh, echt? Een beetje met je grote bek. En met een rode pesto, dat heb ik allemaal al verteld hè, wat het is. Mm. Nou, dit is het. Goeie om in je achterzak te hebben als je gewoon even snel een pastaatje moet opwippen waar je vet mee de indruk maakt. Enjoy! Nou, de avondklok is weer verlengd, Max. Wat vind Hoe je ervan? Hoe lang is die nu? 1,80 meter. Nee. Hey Max, wat is nou echt even een boek wat jou heeft geïnspireerd? Nou, vooral deze. Oh god, ik weet het antwoord. Oh. Kwam tot maaien. Want ja, daar staan zulke prachtige dingen in als Lebbeus. Een nieuw testamentische figuur. Een van de 12 apostelen. Vereenzelvigd met een zekere Judas Thaddeus. Mooi. Er staan ook dingen als lapis in. Ja, dat is... Dat vond je echt impactvol, hè? Dat heeft echt... Dit heeft mij gevormd als mens. Ja, ja. Ik dacht sowieso dat je je eigen boek ging pakken. Oh, dat was ook nog wel een goeie geweest. Ik vond dit eigenlijk wel goeier. Goeier? Ja. Als mensen, als je iemand vraagt wat is jouw favoriete liedje en ze hebben meteen een antwoord klaarstaan, dan hou je niet van muziek en dan weet je niks van muziek. Dit is een uitspraak. Nou ja, jij bent opkomend actrice. Mensen die zeggen van wat is je favoriete film en die hebben meteen hun favoriete film. Ja, dan dat... Dit soort dingen zijn te diep daarvoor om daar zo makkelijk een antwoord op te hebben. Ik heb wel een top 5. Ik ben het er wel mee eens. En dat heb ik met boeken ook. Ik heb niet één boek. Oké. Weet je, ik weet nog van mijn hele jeugd, weet ik nog het allerbeste dat ik voor het allereerst met tegenzin De Hobbit ging lezen. Omdat mijn vader zei, ga dit nou eens een keer lezen. En we waren op vakantie en ik had toch niks te doen. En sindsdien ging het mis met mij. Sindsdien heb ik, daarom hebben we hier achter die kast... Een stapel met fantasy. 40 fantasy en science fiction boeken liggen, want dat is mijn hele shit. En dat komt allemaal tot, ik kan dat zo naar dat ene moment terugleiden. Maar, dat is wel bijzonder. Ja, maar er zijn wel meer boeken die op andere manieren dat soort input noem er gewoon eens even eentje, of die nou in je, waar die dan ook staat in je top 10. De Hobbit. Oh, oké. Nou, doe nog eens eentje. Nou, de laatste paar jaar heel erg... Antifragile van Nassim Taleb. Oh ja. Wel het meest en daarvoor Sapiens van Yuval Harari. Dat zijn wel de boeken die mij de laatste jaren heel erg... Moet ik al mijn Nou, daar gaan we dus ook meteen door. Want ook gratis geld voor iedereen van het gebrek. Want heeft het heel veel impact op mij gemaakt. Meeste mensen deugen ook? Ja, wel minder. Het is een goed boek. Maar gratis geld is veel heftiger en intenser. Okay. Vind ik echt beter. Hoe gaan we dit uitleggen? Van Jan Mommers vond ik heel belangrijk. Eens. Oké. Okay. En jij dan? Ja, ik vind dat ook heel moeilijk. Wat is deze dis? Ja, Papillon heeft mij wel echt... Wanneer heb je dat voor het laatst gelezen? 2 jaar terug. Ja, toch wel? Oh. Ik wil zeggen, ik ben benieuwd of je het nog steeds zo goed vindt dat je het nu leest. Papillon van Henri Charrière. Ik weet echt niet hoe ik Franse ding moet uitspreken. Nou, de meeste mensen deugen. Hoe gaan we dit uitleggen inderdaad? Robert Gebhard. Straks gaat hij dit ook weer horen. Ja. Die wil reageren. Ronald Gebhard heeft mij gewoon echt wel... Bobby Gebhard. Ronald Gebhard heeft mij wel echt aan het lezen gekregen. En liefde voor Nederlandse literatuur. Lekker zijn laatste Alle Tijd is ook echt een aanrader. Ja, ik denk dat ik het daar gewoon even bij hou voor nu. Oké. Ja. Ja? Ja. Dus dan kan bij deze vlog de boeken in? Nee. Bedoem poem. Hey, ik ga boeken. Ben je een uitgever? Ja. Nou ja, jij bent vooral uitgever van al het geld wat ik verdien. Nou, Jezus.
Het was een wazige dag vandaag. Op de vlog, in mijn hoofd, het weer, alles. Want ik heb gewoon, deze laatste paar dagen waarin ik dus in mijn boek moet werken of mijn boek moet afmaken, zijn gewoon echt niet interessant. Want ik maak gewoon echt verder niet zoveel mee. Ik heb vanavond nog even gebeld met 3 vriendinnen die ik nog ken. Dat waren zeg maar mijn collega's toen ik nog bij Women's Health werkte. Dus dat was heel gezellig. En nu is het 10 uur en ben ik kapot. Zo lekker slapen. Morgen echt boek afmaken. Bedankt voor het kijken. Tot morgen.